Vandaag ga ik uitleggen hoe je een kleurenboekje maakt. Een kleurenboekje is een handig naslagwerk die je zelf gemaakt hebt en waarin je kunt opzoeken welke kleuren je moet mengen om tot een bepaalde kleur te komen. Als je een plaatje hebt, weet je vaak niet precies welke kleuren je moet mengen, maar dat kun je dan in het boekje nazoeken. Dat ga ik later uitleggen. Je gaat in je boekje bladzijden creëren met de kleuren die je in je basispalet hebt opgenomen. Dat zijn de 2 gele, de 2 rode en de 2 blauwe en de 2 bruine. Daarnaast gebruik je ook nog wit om de kleuren mee te mengen. Ik zal nu 1 bladzijde aan jullie uitleggen hoe je precies een bladzijde opbouwt. Je pakt bijvoorbeeld de lemon yellow, dus dat is die geel die heel erg op citroengeel lijkt, wat citroengeel is. En die meng je met alle verschillende basiskleuren. Dus de verschillende rode, de verschillende blauwe, de andere geel en de 2 bruine. Pak ik de citroengeel en ga ik die mengen met cadmium rood, dan krijg ik deze oranje. Ga ik de lemon yellow mengen met de crimson rood, dan krijg ik een net iets andere oranje. Vervolgens ga ik de oranje iets met wit mengen. Dus ik doe elke keer iets naar rechts, gaat er iets meer wit bij in. Je ziet al dat je 2 verschillende kleuren uiteindelijk krijgt. Nou, dat doe je ook hetzelfde. Doe je dat met de lemon yellow met de blauwe te mengen. De lemon yellow met de andere geel. En vervolgens nog een keer met de andere bruine te mengen. Ga ik vervolgens de lemon yellow met de sienna bruin mengen. En daarna met de roll umber bruin, dan krijg ik 2 verschillende kleuren bruin. Je ziet dat het verschil in kleur best groot is samen. Maar hoe gebruik je het boekje als die af is? Bijvoorbeeld, je wilt deze kleur groen opnieuw mengen. Dan zie je dat je die met ultramarijnblauw hebt gemengd en lemon yellow en daarna wit hebt toegevoegd om deze kleur groen te krijgen. Maar nu zie je op deze pagina nog een afwijkend rijtje kleuren staan. Dat is het laatste rijtje wat geschilderd is. Eigenlijk zou er even een denkbeeldige lijn tussen moeten denken. Ik ga uit van de lemon yellow. Alleen wat doe ik nou? Ik doe een tipje maar van de andere kleur erbij en dan krijg je zo'n oranje. Dus ik doe lemon yellow met een tipje, kobaltblauw en dan krijg je zo'n kleur groen. Deze groen hadden we gemengd door van zowel de lemon als de kobaltblauw evenveel blauw te gebruiken. Later hebben we de lemon met maar een tipje kobaltblauw gebruikt en toen kregen we die andere kleur groen. Nu heb ik een plaatje die ik na wil schilderen en ik wil kijken welke kleur ik moet mengen om tot de kleuren van mijn afbeelding te komen. Ik ga proberen de zalmrols te vinden in mijn boekje. Dus ik ga door mijn boekje bladeren om die kleur op te zoeken. Nou, op een gegeven moment zie je dat je hem gevonden hebt, dat je in ieder geval een geel moet hebben en een oranje. En ik kies ervoor de kleur die ik dichtst bij het vogeltje vind zitten is lemon geel gemengd met cadmium rood. En dan wat wit erbij. Dus dat is de kleur. Dan ga ik vervolgens op zoek naar de kleur van de vleugeltjes. Het blauw wat daarin zit. Dus een iets lichter blauw en een hele donkere blauw. Eerst zoek ik de hele donkere blauwe op en dan kom ik op een gegeven moment uit bij mijn pagina waar ik roll umber heb en ultramarijnblauw. Dan krijg ik bijna tegen het zwart aan die iets boven zit en met kobaltblauw is gemengd, die is net ietsje lichter. Ik kies ervoor om voor de donkerste kleur de ultramarijnblauw te nemen met de roll umber, dus gelijk gemengd, dus 50-50 qua hoeveelheid. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar de andere kleuren in het vleugeltje. Deze ben ik tegengekomen in het rijtje van kobaltblauw waar een tipje geel in zat. Dus toen kwam ik tot deze donkere blauw. Daar heb ik wit bij gedaan en toen kwam ik naar lichtgrijs blauw. En deze komt ook voor in de vleugeltjes. Je hebt nu gezien dat een kleurenboekje van grote waarde kan zijn voor je schilderplezier. Je kan snel een kleur vinden en hoe je deze moet mengen met de basiskleuren. Probeer verschillende afbeeldingen in je boekje na te tekenen. En de afbeelding hoeft niet precies nagetekend te worden. Het gaat vooral dat je de kleuren goed kan vatten. Succes! Vond je dit filmpje leuk? Kijk dan op mijn YouTube-kanaal.
naar de andere filmpjes of ga naar mijn website en kijk voor de online cursussen.